Met als aanleiding een verboden persconferentie kwamen op 70 stationsleden veel journalisten naar Dordrecht. Ook de plaatselijke pers ontbrak niet. En ik praat over journalist en mens met de volgende personen. Joke Vente van het Vrije Volk, Kees Ties, journalist bij de Dordtenaar, Louise Vos, freelance journalist voor het ANP en het weekblad De Merwestein, en Paula Deppe, eindredacteur van het Trom Weekjournaal. Welkom dames en heren. Stel dat de persconferentie die CP86 in Crispijn wilde geven en Fiat had gekregen van lokale burgemeester Jansen. Was u dan naar binnen gegaan om die conferentie te verslaan? Kees, mannen zijn in de minderheid dit keer. Wil jij beginnen? Nou, het is niet zozeer een ethische kwestie dat we wellicht niet gegaan zouden zijn. Maar hooguit misschien het feit dat het voor een Dordtse krant op zich niet zoveel nieuws zou zijn dat een politieke partij zich uit tegen een bepaalde expositie in Amsterdam. Hooguit zouden wij gegaan zijn, omdat te verwachten zou zijn dat bepaalde groeperingen zich tegen die persconferentie zouden verzetten. Dat zou de reden zijn dat we er naartoe zijn gegaan.